Ik fotografeer in de studio niet graag met brandende kaarsen. Ik bedoel, ik vind dat niet helemaal veilig. Ik draai me nogal eens graag om. Of ga even andere dingen doen. En al die tijd zou die kaars branden. En als je kijkt naar deze foto, dan doet die kaars dat toch gewoon naast papier. En als ik pronkelijk ergens tegen aanstoot en hij valt om, dan kan ik hele andere problemen krijgen. Maar ik kan die kaars later wel aanmaken in Photoshop. En dat ga ik in dit geval ook doen. En wat is daarvoor belangrijk? Dat je om te beginnen al een kaars hebt die al een beetje heeft gebrand. Dus waarvan het pitje zwart is en waarvan de bovenkant ook niet gewoon meer helemaal keurig recht is. En je hebt een vlammetje nodig. Ik heb ook deze foto van een kaars en ik ga dit vlammetje overzetten naar mijn andere foto. En dat doe ik gewoon om te beginnen vrij eenvoudig door een kader eromheen te selecteren. En op Ctrl C te drukken van kopiëren. En ik ga naar de andere foto terug en ik druk op Ctrl V van plakken. En je ziet, mijn vlammetje komt er als een nieuwe laag bij. En daarmee kan ik dus aan de slag. Met het verplaatsgereedschap kan ik hem wat dichterbij zetten. Maar je ziet dus dat de top van de kaars en de achtergrond van die foto dat die ook nog gewoon op mijn afbeelding staan. En die heb ik dus eigenlijk niet nodig. Ik heb eigenlijk gewoon puur het vlammetje zelf nodig. Die top van die kaars, die masker ik dadelijk wel uit. Alleen die achtergrond, daar is natuurlijk een, een trucje voor. Ik maak om te beginnen de achtergrond een klein beetje donkerder. En dat doe ik gewoon door levels toe te passen op deze laag van deze vlam. Dus zorg dat die laag geselecteerd is. En druk op Ctrl L om levels te openen. Of niveaus, zoals dat op zijn Nederlands heet. En dit is wel gewoon destructief. Dit maak je dus niet meer ongedaan. En het enige wat ik eigenlijk doe, is gewoon het uiterst linkse pijltje, het donkere. Gewoon een klein beetje naar binnen trekken, zodat mijn achtergrond in dit geval geheel zwart wordt. En als ik nu de dekking van normaal op bleken zal zetten, dan zul je zien dat het zwart in de achtergrond gewoon verdwenen is. Bleken zal al het zwart gewoon laten verdwijnen als sneeuw voor de zon. En vervolgens kan ik mijn vlam dus gewoon beter gaan plaatsen. En wat is hier in dit geval leidend in? Nou, dat is het stukje lont wat er nog bij komt. En door de hoekjes naar binnen te slepen met de shift ingedrukt. Te houden blijft ook de verhouding mooi behouden. En je pakt gewoon iets wat mooi uitkomt voor jouw foto. Je kunt erop dubbel klikken en dan ga je weer terug naar de gewone modus. En dan zoom ik even uit om te kijken hoe het is. Voor een formaat van het vlammetje is dit wel voldoende. En ik vertelde dat we gewoon keurig de top van de kaars uit zouden maskeren. Dat doe je heel simpel. Wanneer je op de laag staat, hieronder klik op het witte vierkantje met het zwarte bolletje erin. En je krijgt er een masker bij, en vervolgens pak je gewoon bij de kwasten een zwarte kwast, niet al te gek groot. En je veegt gewoon zo keurig het stukje weg. Nu zou je op zich kunnen zeggen dat je er bent. Dat is niet helemaal waar. Ja, je hebt nu een vlam boven de kaars. Alleen de foto heeft totaal nog geen sfeer van die kaars. Een kaars maakt een erg warm licht, erg gelig licht. En dat gelig licht wil ik ook terug laten komen op de foto. En dat zit hem in verschillende gradaties. Ik heb natuurlijk gewoon het meeste licht hier aan de binnenkant van de kaars, daar waar het kaarsvet vloeibaar zal zijn. Uh, daar is gewoon het licht het felste. De reflectie van het kaarslicht is daar het felste. En dat schijnt ook een beetje door in de kaars zelf. En je hebt natuurlijk ook gewoon een uitstraling van het licht van de kaars. En dat uh, wordt minder naarmate je verder naar rechts gaat in de foto. En die dingen gaan we ook gewoon maken. En dan begin ik om te beginnen met een volle kleur. En als je een volle kleur selecteert, wil je natuurlijk een beetje in de sfeer van de kaars zitten. En dat is in dit geval pak ik gewoon dit oranje. En waarom kies ik voor een volle kleur en niet voor een nieuwe laag? En ga ik daar met kleur inverven? Nou, omdat ik op deze manier gewoon nog heel makkelijk even kan dubbelklikken op de kleur in de laag en eventueel gewoon een andere kleur kan kiezen. Je selecteert vervolgens je masker. Dan komen er die witte hoekjes omheen en je drukt op Ctrl I om dat om te keren. En vervolgens is je masker weg. Nou, we gaan inzoomen op het stuk waar we willen schilderen. Zorg dat je masker nog steeds geselecteerd staat en pak een kwast. En met de voorgrondkleur wit, je kunt hier met de pijltjes kun je ze omkeren of gewoon op de X drukken. Ga ik gewoon even langs de rand van de kaars waar ik het het lichtste wil hebben. Dit mag natuurlijk super secuur, het hoeft niet per se. Het wordt een, een gloed, een, een, een licht erbij en dat komt even niet zo nauw. Je zult duidelijk wel zien wat ik bedoel. Stel dat ik dit bijvoorbeeld lichter wil maken, dan zet je de modus van de laag, zet je van normaal op kleur tegenhouden en je ziet, het wordt eigenlijk gewoon een heel stuk lichter. Zoom ik even uit, wordt dit fraaier? Nee, dit wordt niet fraaier, maar je kunt natuurlijk de dekking van je laag ook nog gewoon verplaatsen. En qua licht is dit wel beter, alleen qua kleur klopt het nog niet. Nou, wederom, ik heb gewoon een volle kleur als aanpassingslaag. Dus ik kan erop dubbel klikken en ik kan hem gewoon aanpassen naar iets wat beter kleurt bij mijn kaars. Iets als dit. En in plaats van een oranje blijkt dus gewoon dat we een soort van bruin toevoegen. Dat ga ik nog een keer doen. Wederom maak ik een volle kleur. Ik blijf een beetje in de buurt van dat bruin. Ik selecteer mijn masker, dat keer ik om. En ik ga vervolgens een klein stukje onder de rand van de kaars werken. En dat doe ik met een vrij grote kwast, waarvan de hardheid lekker zacht staat. En ik ga gewoon zo even langs de rand. Dit is op zich een aardige puinhoop. Dit is ook niet wat we echt willen. Geen probleem. Ik wissel mijn voorgrondkleur naar zwart. Ik maak mijn kwast wat harder en een stuk kleiner. En ik ga gewoon uitvegen waar het niet de bedoeling was. En kun je dit nou niet goed zien? Zet alvast even de dekking een klein beetje naar beneden. Dan kun je er doorheen kijken. En zo kun je makkelijker langs de randen komen. Ga je te ver ook geen probleem. Pak wit weer als voorgrondkleur en schilder gewoon een stukje terug. Wil je nu alleen het masker zien? Dat kan ook. Je kunt de Alt ingedrukt houden en gewoon op het masker klikken. En dan zie je dus het masker zelf. Nou, dat schildert natuurlijk ook gewoon wel vrij makkelijk. En ik hou dus eigenlijk alleen het stukje op de kaars over. Wederom zet ik de laag van normaal op kleur tegenhouden. En eventueel pas ik gewoon de dekking een klein beetje aan. En je kunt de kleur nog wat veranderen naar iets warmers. En vind je dit nou te hoog? Geen probleem. Pak je gewoon de borstel weer als je het masker geselecteerd hebt. Een lekkere grote kwast, zwart als voorgrondkleur. En vanaf onderaan begin ik gewoon langzaamaan te schilderen. Gewoon totdat net het topje een klein beetje meer licht heeft aan de buitenkant. Zet ik deze twee even in een groep door ze allebei te selecteren met de Ctrl ingedrukt te houden. Druk ik op Ctrl G om er een laag van te maken en deze noem ik gewoon Top Kaars. Zet ik dat uit, dan zie je dat het toch gewoon al een aardig effect heeft gehad. Nu wordt het tijd om de gloed om de kaars heen te maken. En dat doe ik wederom met volle kleur. En een keer weer mijn masker om. En ik moet nu een soort bolvorm om mijn kaars gaan maken. En dat doe je dus eigenlijk gewoon heel simpel met de gradient tool of het verloop gereedschap. En dat vind je hierboven of bij de sneltoets G. Zorg dat boven in het radiale verloop is geselecteerd. Dat is het tweede icoontje. En aangezien we in een masker werken, moet ik het effect aan gaan zetten. Dus wit moet mijn voorgrondkleur zijn. En de manier van dekking is in dit geval wit naar transparant, maar dat zal ook wit naar zwart mogen zijn, omdat je met een masker werkt. En ik ga gewoon in het midden van de kaars staan en ik trek een lijn naar buiten. En nu zal die vanaf het midden van de kaars zal die wit zijn, tot waar ik hem loslaat. En daar is hij dan volledig transparant, oftewel de achtergrondkleur van het masker zwart. En als ik hem loslaat, zie je dat er een bol bij komt. Ook hier de dekking van normaal op kleur tegenhouden. En je ziet dat ik een soort van straling om mijn kaars heen krijg. En die straling die verlicht mooi het boekje, maar ook in dit geval de kaars. Nou, dat is niet helemaal de bedoeling. Dat ga ik straks uitzetten, want ik wil hier eigenlijk gewoon nog een volle kleur bij. Ik wil namelijk nog een keer een groter verloop, maar dan wat zachter en een klein beetje subtieler. Dus ik doe dezelfde handelingen nog een keer. En laat ik nu eens gewoon kiezen voor een uh, radiaal verloop van zwart naar wit. Als ik dat doe en ik sleep dat bijvoorbeeld uh, tot, tot ja, hier aan de rand van de foto. dan zie je dat mijn masker ook gewoon. dan zie je dat mijn verloop gewoon een wit radiaal is. wat langzaam uitwaaiert naar zwart. En hiervan zet ik de dekking gewoon een stuk lager. zodat er eigenlijk net een beetje een warme tint op de schedel valt. Ook deze twee zet ik in een laag. Ik selecteer ze allebei met de Ctrl ingedrukt te houden. En ik druk op Ctrl G. En deze laag noem ik Gloed. En daar ga ik een masker op plaatsen. Dat klik je hieronder weer aan. En je ziet dat er een masker op je groep komt. En vervolgens ga ik gewoon heel eenvoudig de kaars zwart maken. Niet veel. Dit ziet er in eerste instantie erg onnatuurlijk uit omdat we natuurlijk gewoon met kaarslicht werken wat een klein beetje een gelige gloed moet hebben. Maar dat gaan we dadelijk ook wel weer gewoon corrigeren. En hoe ga je dat corrigeren? Nou, als je op het masker klikt, je houdt Alt ingedrukt en je klikt op het masker, dan zie je gewoon dat dit keihard zwart is. En waar het zwart is in een masker, daar staat het effect niet aan. Met als gevolg dat we dus die witte kaars hebben. En hoe kun je dit zwart nu gewoon wat minder zwart maken? Dat kan door de dichtheid van je laagmasker terug te zetten. En je ziet als je dat doet, dat heel langzaamaan gewoon die gelige gloed erbij komt. Klik je nu op de Alt ingedrukt en op het masker, dan zie je ook gewoon dat het geen zwart meer is, maar dat het eigenlijk een soort van grijs is. En zet je hem nog lichter, dan wordt het natuurlijk nog lichter grijs. Zet je het helemaal uit, dan is het gewoon wit. Terwijl je masker wel blijft bestaan. Ik vind de centrale gloed nog een klein beetje aan de donkere kant. Die maak ik wat lichter en die temper ik toch een klein beetje... En de grote gloed, die maak ik eigenlijk nog een klein beetje erger weer. En ik zet mijn masker toch weer wat harder. Eventueel kun je nog zeggen: van hé, hey, daar onder in de kaars, daar hoort het natuurlijk ook niet. En op deze manier heb ik dus heel eenvoudig gewoon een veilig vlammetje toegevoegd aan mijn foto. En ik heb gewoon de tint van de kaars, de sfeer van de kaars teruggebracht in de foto. Zonder dat ik daar in de studio eigenlijk gewoon mee te maken had. Tot zover. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En doei doei.